André Hazes Jr. opent voorzichtig de deur naar mogelijke betrokkenheid bij de erfeniskwestie rond zijn moeder Rachel Hazes. In een recent interview laat de zanger doorschemeren dat hij klaar staat om zijn zus Roxane te steunen, mocht zij hem nodig hebben in deze complexe zaak. De verstandhouding tussen de herenigde broer en zus is goed, maar ze nemen de tijd om de band te herstellen. Het herstel van de relatie tussen André en Roxane is een recente ontwikkeling die nieuwsgierigheid heeft gewekt over hun gezamenlijke aanpak van de situatie met hun moeder. Rachel Hazes lijkt volgens Roxane ten onrechte de erfenis van wijlen André Hazes te beheren en na een opmerkelijk incident met Lidl badslippers wil Roxane deze rol overnemen. Het contact tussen André en Roxanne is momenteel positief, hoewel ze het rustig aan doen en niet dagelijks bij elkaar op de koffie zitten. André onthult dat hij degene was die de eerste stappen zette om de relatie te herstellen, ondanks Roxane's aanvankelijke terughoudendheid. Het lijkt erop dat zijn vasthoudendheid vruchten heeft afgeworpen, en ze nemen de tijd om elkaar opnieuw te leren kennen na een periode van afstand. Op de vraag of André zijn zus zal bijstaan in de strijd tegen hun moeder Rachel, blijft hij voorzichtig. Hij benadrukt dat hij nog niet volledig betrokken is, maar hij toont wel interesse in beide kanten van het verhaal. André geeft aan dat hij jarenlang slechts één kant van het verhaal heeft gehoord en nu nieuwsgierig is naar de andere kant. Opvallend is dat André zorgvuldig nog niet zegt. Waarmee hij de mogelijkheid openlaat om zich in de toekomst bij Roxane aan te sluiten. Hij erkent dat ergens tussen alle conflicten een waarheid ligt, en ze hopen die ooit te ontdekken. André lijkt echter terughoudend te zijn om overhaaste beslissingen te nemen, uit angst dat dit de situatie verder kan compliceren. Over de erfeniskwestie en de mogelijke ontterving door Rachel blijft André relatief onverschillig. Hij benadrukt dat geld voor hem niet van groot belang is. Maar dat hij vooral wil dat de naam Hazes met respect wordt behandeld. Voor Roxanne draait het ook om het behoud van de familienaam en haar onvrede over de manier waarop Rachel hiermee omgaat. Hoewel André op dit moment niet volledig betrokken is bij de strijd tussen moeder en dochter, belooft hij wel zijn zus bij te staan als hij hem nadrukkelijk om hulp vraagt. De liefde voor zijn zus staat voorop, en hij wil er voor haar zijn, waar dan ook. Het Hazesgevecht lijkt dus nog niet ten einde, met André junior als aarzelende gastster in dit familiedrama.